Ja. Een hele goedemorgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Geen normale zondag. Waarom? Even uitleggen. Vorige week ben ik niet wezen sporten. Waarom? Omdat ik vorige week met een maatje van me naar Den Helder ben geweest. Ik was helemaal vergeten om er überhaupt iets van te maken, 's morgens vroeg, dat we daarheen zouden gaan. Ik heb natuurlijk wel daar wat beelden, of natuurlijk, ik heb daar wel beelden gemaakt, dus ik zal wel even wat laten zien dat ik ook daadwerkelijk geweest ben. En het was wel leuk om daar te zijn. We zijn met de trein gegaan, 's morgens vroeg. Eerst met de bus naar Nijmegen, trein Den Helder. Dus het was een eindje rijden met de trein. Maar het was wel leuk om dat eens een keer te doen. Dus dat was gezellig. Een actief dagje gehad. De dag ervoor waren we naar de Efteling geweest. Kan ik even ook eens eventjes wat laten zien. Maar Den Helder, Den Helder was ook leuk. Ja. Natuurlijk bij mijn defensietak geweest, waar ik ooit mijn dingetje heb gedaan bij de Corps Mariniers. Nou, was leuk om daar te zijn. Allemaal die nieuwe dingen die ze allemaal hebben, ja, is gewoon echt fantastisch. Het zit allemaal veel beter. Ik heb zo'n pack omgehad die ze tegenwoordig gebruiken met alles erop en eraan, alles wat erin zit. Ja, joh, dat trek je aan, het zit aan je rug. Ja, bijna gegoten, zeg maar. We hadden vroeger zo'n pukkeltje, als je dan had geen rengen, dan kreeg je niet strak. Dat was met stuiteren op je niertassen. Ja, dat was drama. Drama. Maar dit was wel een beleving. Den Helder. Eindje rijden. Maar was wel leuk. Was erg leuk, ik heb er goed van genoten. Nou, en dan gaan we dus op weg naar... Het sporten vandaag. Ik ga niet naar het bos. Ik ben wat aan de late kant. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er vanmorgen echt best wel even moeite mee had om überhaupt eventjes te gaan. Misschien wel een beetje vanwege het weer. Natuurlijk. Het is nu al best warm. En ik hoop dat het in de gym nog een beetje meevalt qua temperatuur. Nou, dat zullen we zo meteen zien. Dat zullen we zo meteen gezien. Ik ga er dadelijk natuurlijk eventjes een uitleg over geven als ik terugkom. Zoals ik dan doe, de afterpraat van de zondagmorgen vlog. Maar nogmaals, zoals vorige week. Sorry mannen. Mensen, helemaal vergeten om er iets over te doen. Zoals gezegd, dag ervoor in Efteling geweest. Daarna nog naar Den Helder. We moesten vroeg weg. Ik had... Het wel in mijn gedachten om dus voordat ik naar de bus ging, om daar even wat ben ik gewoon helemaal vergeten. Gewoon helemaal vergeten. Maar goed, ik hoop dat ik in deze dan toch weer wat heb rechtgezet. Zo even wat dingetjes. Ik ga even wat anders doen. Ik zeg, momentje, komt ie. Dat waren even een paar beelden van Den Helder. En dan gaan we eens eventjes een momentje even kijken. En komt ie!
Hey. Je goed dan? Ik heb hem gewoon aangehouden. Dat waren een paar beelden van de Efteling. Zo, twee vliegen in één klap. Nou ja, goed. Hebben jullie het ook weer eventjes een beetje meegekregen? Met de stofjes al. Nogmaals, ik ga daar even. Ik ben nu naartoe aan het rijden naar de gym. Dus ga ik zo meteen eventjes een rondje doen. Kijken hoe dat gaat. Ben benieuwd. Ben benieuwd. Goed. Straks de uitleg. De uitslag. Hoe dat gegaan was. Ik ga nu even afsluiten. Dus ik zeg. We gaan het zien. Een momentje. Ik zie jullie straks. Komt-ie. Bah. Zijn we weer. Oké. Nou. Ja. Ik moet zeggen, het ging eigenlijk best wel lekker. Alles bij elkaar. Het was toch nog wel warmer in de gym als dat ik gedacht had. Maar goed, ik heb het gedaan. En dat is al meer dan helemaal niet gaan. Dus dat is goed. Nou is het zo. Zoals je misschien op de achtergrond een klein beetje kunt zien. De gym is vlakbij de AC Dion. Nou, wat hebben we net eventjes bij de AC Dion gedaan? Ik had een houder, zoals deze. Maar die was een beetje verrot. Dus ik heb nu een andere houder gekocht. Nou, dat dus. En dat werkt dus nog niet helemaal. Nou, die moet ik eventjes even op gaan hangen. Dus ik ga heel eventjes stilstaan. Ik ga heel eventjes stilstaan. Zo. Zo. Even in de fly. En dan ga ik even wat anders doen. Ik ga. Hoppakee. En nou is het natuurlijk mogelijk dat dat komt omdat hij natuurlijk nieuw is. Maar hoppakee. Wat ook kan zijn is dus dat de ruit niet helemaal goed ontvet is. Want ja, ik heb hem wel op dezelfde plaats teruggehangen waar de oude hing. En het is natuurlijk warm. De ruit is warm. En dat kan zomaar zijn dat dat ermee te maken heeft. Maar goed, hij hangt nu weer aan het raam. Dus ik kan weer gewoon gaan rijden. En er weer wat van gaan zeggen. Nu, zoals ik al zei net. Ik ben naar de AC Dion geweest. Heb een nieuwe houder gekocht. In de hoop dat deze wel beter is. Hij is ook wel een stuk stabieler. Ik zou met deze zelfs. Nog even wachten. Zo, ik zou met zelfs deze nog kunnen chargen. Draadloos. Alleen als de temperatuur dan op dat ding te hoog is vanwege. Wacht even. Nog even zwijgeren. Volgens mij is er iets. Oh, wacht even. Mag, ik denk dat ik zo meteen eventjes terug moet bellen. Ik word twee keer achter elkaar gebeld door iemand. En dat zou eens kunnen betekenen dat er iets anders is. Moment. Ik ga heel even. Moment. Tja. Nou, daar ben ik weer. Was toch iets minder belangrijk als ik dacht. Maar goed. Je moet er wel even aan denken. Als je dan twee keer korter met elkaar gebeld wordt, misschien
is er wat aan de hand. Nou, deze was niks aan de hand, dus we gaan gewoon even vallen. Nou, warm weer en mogelijk stormen vannacht, vanavond. We zijn even aan het kijken of dat we vanavond gewoon kunnen barbecuen. Qua weer zou het er minder gunstig uitzien. Maar we zullen zien. We zullen wel kijken wat het gaat worden. Oh, wat een verwachting. Dan heb je eindelijk de mogelijkheid om te gaan barbecuen. En dan zijn de weersverwachtingen niet helemaal jovel. Vanavond. Maar goed. Wie zal zien. Misschien doen we het wel eerder. Gaan we niet wachten tot vanavond. Gaan we vanmiddag gaan barbecuen. Voordat de hal losbreekt. We zullen wel zien. We zullen wel zien. Nou, voetballen. Nog 3 weken. Gaan we ook weer beginnen. We zouden eigenlijk deze week nog gaan trainen, maar er zijn zoveel jongens op vakantie. Of door omstandigheden niet kunnen. Ja, dat de trainer gewoon gezegd heeft van, weet je, deze 2 dagen om maar gewoon erbij goed uitrusten. Wel even een programmaatje krijgen. Ze krijgen dus dinsdag krijgen ze een programmaatje toegestuurd. Ja, dan moet natuurlijk allemaal wel een klein beetje fit worden. Dus, dan mogen ze aan gaan beginnen en dan gaan we kijken wat wordt met het programma. De competitieindeling is inmiddels al bekend. Daar waar de KNVB op doelde in verband met reisafstanden, proberen zoveel mogelijk te beperken, bla bla. Dat is niet helemaal gelukt. Ja, als je 4 keer richting het westen van Brabant moet, naar Halsteren, naar Etteleur en naar Goes, oh ja, Zeeland overigens, ja, dan zit er ergens toch iets niet helemaal lekker. Dan ga je je aan je doel voorbij. Want het doel was eigenlijk om te kijken dat we zo min mogelijk. Oh, even opletten. Zo min mogelijk kilometers zouden gaan afleggen. Met bijvoorbeeld uitwedstrijden. Maar zoals als Goes dan zeg maar van de 13 of de 14 tegenstanders, 16 tegenstanders. Nou, in ieder geval de tegenstanders hebben het meest deze kant op moeten komen. En Halstra en Atelier in dito. Ja, weet je, ja, laat maar. Goed, ik ga deze in ieder geval afsluiten. Ik ben er, ben thuis, het is goed. En ik zie jullie volgende week weer. Als het goed is, ik hoop dan weer een bos te hebben kunnen lopen. Dan weer eindelijk. Ik ga weer langzaamaan oppakken. Ik ben er een paar keer nog niet meer geweest. Ook weer een beetje last van mijn voet. Iedere keer heel pit rond en zo, bla bla. Maar goed, ik ga het volgende week weer proberen. En hoop dat de temperatuur iets gezakt is. Dat ik 's morgens vroeg gewoon lekker kan lopen in het bos. Dus, ja, dat. Nou, tasje erbij. Even spulletjes erin knikkeren. Letten erin. Een beetje die oude meuk erin. Hoppakee. Alles in die tas. Goed, ik zeg tot de volgende keer. En ik zeg de groeten. Tjoe.